COVID-19 heeft het afgelopen jaar gezorgd voor een grote druk op de zorg. Maar het heeft ook andere gevolgen voor de zorg. Onder meer dat sommige ontwikkelingen sneller gaan. Zoals het invoeren van digitale zorg, oftewel e-health. Bij huisartsenpraktijken Doc op Urk doen ze een pilot, een proef dus, met e-health voor diabetespatiënten. Ja, Klaasina Korf die is praktijkondersteuner bij het Doc. Klaasina, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een pilot dus voor diabetespatiënten met digitale zorg. Wat houdt dat precies in? Ja, dat houdt in dat we meer zorg op afstand gaan bieden voor onze diabetespatiënten. En dat doen wij uiteindelijk, ja. Daar zijn we vorig jaar oktober mee gestart. En dat betekent dat zo'n patiënt natuurlijk wel de middelen moet hebben om die zorg te kunnen uitvoeren. Dus we hebben een diabetes dossier waar de patiënt toegang tot krijgt. En de diabetespatiënt krijgt van ons uiteindelijk ook een glucosemeter en een bloeddrukmeter mee. Ja, want hoe gaat dat, Klaasina, als je dus niet aan die e-health doet? Hoe houden jullie die mensen dan onder controle? Nou, als het bij de patiënt niet lukt, hè, of het past niet bij de patiënt, dan houden we het gewoon op het oude, het vertrouwde. Ja. Het is persoonsgerichte zorg en het moet wel bij iemand passen. Ja, want dus normaal komen die patiënten 4 keer per jaar naar de praktijk, heb ik begrepen, voor onderzoek en metingen. Dan kan je het dus nu op afstand dus in de gaten houden. Want je zei het zelf al, als je niet kan, dan hoef je het niet te doen. Maar voor wie is het nou heel erg geschikt, voor welke patiënten? Wel voor de patiënten die digitaal een beetje vaardig zijn. Denk aan een e-mailadres. Maar goed, ook al is er geen e-mailadres en er is een mantelzorger of een kind of kleinkind, ook dan zou het nog mogelijk zijn. Maar jullie checken dat wel een beetje of een patiënt daartoe in staat is? Ja, wij gaan in gesprek met de patiënt. Wij lichten uiteindelijk de pilot toe. We geven ook aan, het biedt gemak. Net als wat u net zei. Een patiënt die komt 4 keer per jaar naar de praktijk toe. Ja, het past niet altijd. En het is vaak ook nuchter komen, dus niet gegeten hebben. Nou, dat vraagt nog wel wat. Hier op dorp hebben we veel mensen die heel vroeg in de ochtend beginnen. Maar denk ook aan diegene die 's ochtends vroeg vertrekken naar de bouw. Ja, dat is best lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus dit biedt gewoon heel veel gemak voor de patiënt. En merken jullie ook dat patiënten het inderdaad fijn vinden om dat zelf gewoon thuis te kunnen doen? Ja, we krijgen hele leuke reacties binnen. Hele enthousiaste reacties ook binnen. Er is ook in het programma kunnen we laagdrempelig met elkaar chatten. Dus ook even met elkaar een gesprekje voeren op die manier. En je merkt ook de patiënt, hij krijgt meer eigen regie. Gaat uiteindelijk ook wat meer nadenken over de waardes. Hij krijgt ook meer de tijd om de waardes even te bekijken. En kan daar ook op inspringen. Ja. Nou is het ook wel zo dat sommige mensen die dan horen, oh, het gaat allemaal straks via de computer of via de tablet en zo. Ja, ze willen vast niet meer dat ik heel veel gebruik maak van de zorg. Het is vast een bezuiniging. Het klinkt als een verkapte bezuiniging. Is dat het niet ook stiekem? Nee. In de eerste instantie is het natuurlijk wel kijken van we hebben de middelen, we leven in een veel meer digitaal tijdperk. We gebruiken de middelen die er zijn. Het is ook om te kijken van hoe gaan we die zorg in de toekomst ook volhouden? Hè? Uiteindelijk komt er natuurlijk ook nog wel een vergrijzing aan. Er komt een toename van chronische zorg aan. Maar het is ook op maat zorg leveren. En dat is ook aansluiten bij de tijd waarin we nu leven. Maar de zorg blijft altijd op maat. Dat betekent dat de een het op deze manier doet, de ander komt naar de praktijk, de ander zegt bel me eens. Het is altijd, de patiënt staat centraal. We kiezen in het belang van de patiënt en dan is het op maat zorg leveren. Maar zijn jullie nou met deze proef ook begonnen in oktober, omdat dat gewoon praktischer is in deze tijd waarin je toch wat afstand van elkaar moest houden, dus ook van de patiënten? Had dat er ook echt mee te maken? De corona heeft natuurlijk ontzettend veel gebruik gemaakt, hè, van de zorg op afstand, ja, zoals we het noemen. Maar deze wens was er al veel langer. Nou hebben we het nu specifiek even over diabetes. Hè, maar wat zijn nou andere misschien ziektebeelden waarbij je e-health, dus zorg op afstand, zou kunnen in gaan zetten? Hebben jullie daar al ideeën over?
Ja, we zijn, mocht dit een succes worden, hè, en, dan is het natuurlijk ook voor de bloeddrukpatiënt of de cholesterolpatiënt of de patiënt die doorgemaakt hart- of vaatproblematiek gehad heeft, die zouden we ook op deze manier kunnen begeleiden. Ja, het is nog wel een proef natuurlijk, een proef die tot eind volgend jaar loopt. Een proef die is op een bepaald moment natuurlijk geslaagd of niet. Hè? Hoe meten jullie dat? Nou, er wordt uiteindelijk een bijgehouden. Hè. Er zijn meerdere partijen bij betrokken. De zorggroep MEDRIE vanuit Philips en Zilveren Kruis. En dat wordt wel gemonitord door van daaruit. Van ja, wat levert het voor de patiënt op? Is het gemak voor de patiënt? Scheelt het in bezoeken? Hè? Het is kijken op lange termijn wat het doet. Ja. Hebben jullie al genoeg deelnemers aan de proef? Ja, we hebben inmiddels al 100. Ja. 100 patiënten zijn al bezig met zorg op afstand. Ja, hoeveel kunnen dat er worden? Zou dat nog wel meer bij kunnen? Ja, zeker weten. Ja, we hopen uiteindelijk richting de 300, 350 patiënten mee te laten doen. Ja. Vind je het eigenlijk leuk om het zo op afstand te doen? Want jij moet het nu uitvoeren zo. Ja, ik vind het ontzettend leuk om op deze manier bezig te zijn. Om ook te zoeken naar een manier van, is dit wat de patiënt wil? Is dit, ja, ook kijk naar de patiënten die eraan gaan komen. Die zijn zo digitaal vaardig, zo normaal in de omgang met al die mogelijkheden. Dus ik denk, ja, ook toekomstgericht. Maar ik vind het ook een leuke manier. Het is wel belangrijk dat de patiënt me kent. En dus een nieuwe diabetes die leert mij eerst, leren we elkaar kennen om uiteindelijk deze zorg op afstand te kunnen leveren. Nou, we weten weer een heel stuk beter wat e-health is en hoe dat wordt ingezet in het DOC op Urk. Klasina Kor van huisartsenpraktijk het DOC op Urk. Hartelijk dank en prettige middag. Graag gedaan, jullie ook.